Dit werk, het ezelspad genoemd, werd in 2018 gemaakt door kunstenaar Levan Tsogorshvili. Het is een grote mentale kaart van 4 meter bij 2 die refereert naar geografische kaarten. De kunstenaar geeft de Georgische avant-garde haar verloochende plek terug binnen de gelijktijdige kunstenscène. In het midden staat Tiflis, oftewel Tbilisi, de hoofdstad van Georgië en dé plek van de Georgische avant-garde van het begin van de 20e eeuw. Het getal 41 en de zwarte lijn verwijzen naar de breedtegraad waarop de stad ligt. Dezelfde als die van andere toonaangevende steden, Rome en New York, ook vermeld op de kaart. 41 graden is ook de naam van een avant-garde beweging in Tbilisi, verwijzend naar diezelfde breedtegraad. Een ezel, een belangrijk dier in de Georgische cultuur, zowel in de avant-garde als in het erfgoed, bewandelt de lijn tussen de steden. Dat erfgoed speelt een belangrijke rol binnen de Georgische avant-garde. Net zoals de voortdurende dialoog met het Westen en het Oosten, waarvan dit werk ook getuigt.